Ik ga nu de werkelijkheid vertellen van de echte Arthur. Mensen, dit is een vaatwasser die bezig is, dus misschien hoor je die ook. Maar dat maakt niet uit, dat gaat de pret niet verderven. Mensen, leuk dat jullie allemaal kijken naar een Splitsplint, een nieuwe video. Doe alvast dat duimpje omhoog. Laten we gewoon de 30 likes halen. Want het motiveert me om door te gaan met YouTube. En door te gaan met YouTube zou ik altijd doen. Dus ja, dat is het wel een beetje. Als we de 40 likes halen, ga ik weer wat vets doen. Bij deze video, als we de 40 likes op deze video halen, dan ga ik weer een vriend of een vriendin van mij pranken. En dan wordt het een hele erge prank. Ik ga het vandaag hebben over een stukje van mijn leven. Het is anders dan anders. Want ik ga nu de werkelijkheid vertellen van de echte Arthur. Ik heb aan de alcohol gezeten. En nu ben ik al een tijdje gestopt natuurlijk. En ik ben eigenlijk een soort van alcoholist geweest. En heel veel mensen zagen dat niet. En dat had ik ook verborgen gehouden. En ja, nu ga ik het gewoon open kaart spelen. Ik heb me verdrietig gevoeld, ik heb me rot gevoeld en daardoor heb ik alcohol gedronken. En het is niet de beste manier om dat te gaan doen. Dus ik ben geholpen door een organisatie die er echt voor gaat of zo. Ik praat nu met mensen die vragen hoe het met je gaat, wat je allemaal hebt gedaan, wat je allemaal drinkt, hoeveel je drinkt, hoeveel je bloot en dit en dat. Moest ik gewoon vertellen, ik moet gewoon open kaart spelen. Ik ben iemand geweest die heel veel alcohol heeft gedronken. En ik ben er niet trots op en ik ben er niet blij mee. Nu ga ik de reden vertellen waarom ik het heb gedaan. Nou, ik heb al een tijdje dit YouTube kanaaltje. En op internet worden er slechte dingen over me verteld. Mensen bedreigen wat ik helemaal niet heb gedaan. En andere dingen, het maakt allemaal niet uit wat mensen allemaal zeggen en doen, want ja, het is raar, het is super raar. Ik word soms op straat uitgescholden voor gay vlogger en andere dingen. Het boeit me geen ene flikker meer wat jullie denken. En ik lach soms wel als jullie dat doen, maar in mijn hart doet het pijn, mensen. En dat bedreigen en dat rapporteren van video's en shit doet me allemaal pijn, maar ik laat het niet zien. En nu ga ik open kaart spelen. Dit is er aan de hand. En vandaar dat ik dus altijd alcohol heb gedronken. Om het maar gewoon te vergeten. Om alle dingen, alle foute dingen of alle slechte dingen, om het weg te drinken. En dat is niet de bedoeling. Ik heb echt lopen nadenken een avond van wat moet ik nou doen om het te vergeten? Nou, gewoon dus door niet te drinken. Want door het drinken ga je het juist niet, ja, ga je het heel even vergeten. En dan heb je dat fijne gevoel. En dan is het weer weg. En dan voel je je weer rotter. Alle mensen die haat op mij of iets doen of maakt me niet uit. Dat boeit me geen flikker meer wat jullie denken. En het boeit me helemaal geen flikker meer wat jullie allemaal doen. Het enige wat het is, ik doe YouTube en daar ben ik blij mee. En daar ben ik trots op met de video's die ik dus maak. Dus ja, jullie weten het verhaal. En het is misschien wel een beetje een zielig verhaal. Maar ik wil het niet zielig laten overkomen. Ik wil alleen zeggen dat als je iemand pijn doet, dat je wel moet nadenken wat er met diegene gebeurt. Of wat er met diegene, wat het met je doet. Want ja, jullie denken wel allemaal leuk, lachen, dit en dat. Maar iemand kan het pijn doen. Iemand die je dus zoiets aandoet, kan het pijn doen. En er kan iemand dus echt heel erg mee fout gaan. En met mij is het goed gegaan. En ik ben er weer. Ik ben weer blij. En dit en dat. Alleen die haters die blijven gewoon op Facebook of Twitter of iets anders. Het maakt allemaal niet uit. Zelfs buiten zijn haters. Boeit me geen ene flikker. Mensen, leuk dat jullie hebben gekeken. Doe alvast dat duimpje omhoog. Weet je wat? Maakt niet uit of jullie een duimpje omhoog of omlaag doen. Boeit me geen ene flikker meer. Nou, doei doei. Plaats een leuke reactie. En doei.